mensen, tof kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY 1999 met vandaag weer de Wes-voorspelling. Mijn voorspelling van de wedstrijd Feyenoord tegen Slavia Praag. De eerste kwartfinale van de Conference League. Natuurlijk hebben we volgende week de tweede kwartfinale. Ik neem deze video van tevoren op, ook omdat ik niet weet hoe mijn werk zit. Dus vandaar, jullie zien hiernaast de opstelling, hier zo, de opstelling van vanavond. En we gaan natuurlijk hopen op een overwinning, hè. En ik denk wel dat Feyenoord nu in de Kuip wel gaat winnen. Het gaat wel lastig worden, denk ik. Ik denk 2-1, 3-1 voor Feyenoord. Dat we het daarbij houden, want we moeten ook rekening houden met de uitwedstrijd natuurlijk. Die moeten we ook gaan winnen. En dan kunnen we ons focussen daarna op die halve finale. Maar goed, maar eerst maar even die kwartfinale doorzien te komen. Dat is voor Feyenoord al lastig genoeg vandaar. Dus ja, jullie weten het. Ik voorspel de Conference League wedstrijden. Rudy, de Eredivisie wedstrijden. Dus we gaan ervan genieten. Hopen op een mooie wedstrijd. Oh ja, hier trouwens, dit vest heb ik nieuw gekocht bij de Feyenoord Fanshop. Ik dacht, ik laat jullie gelijk even zien. Nog een paar dingetjes. Ik heb nog een sjaal. Kan ik die laten zien, die sjaal? Ja, die staat hier achter de deur. Kijk jongens, ik ben op alles voorbereid. Hier deze van Feyenoord tegen Makiba Haifa. Van december. Maar goed, ik heb hem wel ook kunnen krijgen. En ik had nog een paar dingetjes. Ik weet alleen even in mijn hoofd wat het ook alweer was. Oh, kom ik hier langs? Ja, die kom ik langs. Nee, even kijken. Ik had sjaal, deze. Ik ben even helemaal kwijt. Volgens mij heb ik verder niks meer. Nee, ik heb verder niks meer. Maar dat maakt niet uit. Bedankt voor het kijken naar deze voorspellingsvideo. En zeg ik ja, de hoop op een mooie wedstrijd. Later. Doei doei.